Dan heb je nieuws over medicijnen. Ja, het blijkt namelijk heel makkelijk om illegaal medicijnen via internet te bestellen. Het is een onderzoek geweest van de Consumentenbond. Zij hebben 20 zware medicijnen besteld waar je dus eigenlijk een recept voor nodig hebt. Dat ging bijvoorbeeld om kankermedicijnen, antibiotica, zware pijnstillers. En 16 van die 20 medicijnen die werden ook gewoon op de mat geleverd. Het enige verschil was dat de werkzame stof in de medicijnen vaak veel hoger ligt dan wanneer het een officieel medicijn is. En ook was het vaak een ander merk. Ja, je moet er niet aan denken wat er allemaal mis kan gaan als mensen dat soort medicijnen gewoon gaan innemen. En de Consumentenbond die vindt dan ook dat de overheid de burgers beter moet gaan waarschuwen. En ze hebben daarom een brief gestuurd naar minister Bruins. Ja, meneer Rommels, wat zou hier aan gedaan moeten worden? Is waarschuwen alleen genoeg? In eerste instantie waarschuwen. Uiteindelijk zijn de mensen zelf die besluiten om via een dergelijk kanaal medicijnen te kopen. Maar het blijft gewoon uitermate gevaarlijk. Dus het is goed om erover na te denken hoe we dit kunnen tegengaan. Ja, heeft u daar zelf al ideeën over? Niet zo bij de hand, nee. Moet ik zeggen. Maar het is wel risicovol wat daar gebeurt. Ja, het is goed om erover na te denken. We moeten ons daar wel zorgen over maken, over die ontwikkeling. Ja.